Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, de winter is eigenlijk al ten einde, maar we hebben toch nog even een wintersport. We gaan kijken naar de ploegenachtervolging voor scholieren. Die worden gehouden in Breda, aan de Terheidenseweg. Ja, dan komt het er niet op aan hoe je als individu presteert, maar als team. Dus je moet wel ontzettend hard kunnen schaatsen. Dus ga vooral eventjes kijken. Annemarie Thomas, jij zit hier in de organisatie van het NK Achtervolging voor Scholieren? Ja, dat klopt. Het NK Scholieren bestaat al sinds dat ik jong was en nog op een middelbaar onderwijs zat. En we houden in Nederland 6 voorrondes. En op die voorrondes kunnen scholen zich kwalificeren voor uiteindelijk de grote finale, het NK Spa. Wat dan vandaag in Breda hier is voor de tweede keer het NK hier. En voor jou was het op de coolste baan. Oké. En je ziet nogal wat niveauverschil toch wel, hè, als ik zo bekijk. Ja, dat klopt. Het is voor recreanten en voor licentiehouders. En je ziet echt dat de licentiehouders, hier rijden gewoon Jong Oranje van het schaatsen, rijdt hier gewoon rond. Dus RTC's, die in Nederland zijn, zijn regionale talentencentra. Ja, daar rijden al toppers van rond. Die zitten allemaal op één en dezelfde loodschool. Ja, die maken een team. En dan zie je dus dat je heel veel niveauverschillen hebt. Maar het leukste vind ik de recreantenteams. Dus de rijders zonder licentie, die gewoon nog schaatsen hier moeten huren. En dan hun strijd gaan leven. Dat vind ik zelf het mooiste. Ja. Ja, inderdaad. Is er geen ongelijke strijd, omdat er ook bij zijn die bij een schaatsclub zijn? Ja, maar er is gewoon twee categorieën doen er echt. Dus het zijn echt de licentierijders die strijden tegen elkaar en een niet-licentie. Dus vandaar dat het gewoon echt wel een eerlijke strijd is. En als jij als recreant hier meedoet en je wint, ben je wel gewoon Nederlands kampioen. Zo is het. Ja, ja. Om als individu te schaatsen, ja, dat komt het aan op je eigen kracht. Ja. Maar hoe is het om als team te schaatsen? Wat komt er bij kijken? Ja, het is natuurlijk ook een Olympisch onderdeel geworden. De ploegachtervolging voor de topschaatsers van Nederland. En je ziet ook dat hier de tactiek is gewoon om met z'n drieën bij elkaar te blijven. Want je mag een team vormen van 3 of 4. Maar de beste 3 rijders die over de streep komen, die tijd telt. Oh, okay. Dus je moet bij elkaar blijven. Je kan wel eens eentje heel hard gaan en je 2 teamgenoten achterlaten. Maar de laatste tijd telt. Dus je kan beter elkaar helpen en een beetje duwen. En die tips geef ik ook vaak van tevoren. En ik sta ook langs de baan om aan te moedigen en een beetje te coachen van dat ze bij elkaar moeten blijven. Dus ja, maar verder moeten ze het zelf doen. Ja. Thomas, ga ervoor rijden. Blijf bij elkaar. Samen. Doe jij zelf ook nog aan achtervolging? Nee. Nee. Nee, ik train wel hier voor Deltalent in Breda. Train ik iets van 44 schaatsertjes onder mij. Heel veel zitten bij elkaar op school. Dus op het Newman College. En Sint Ulbert en Oosterhout, die zitten bij elkaar op school. Dus die hebben met 2 teams staan hier aan de start vandaag. Zo her en der zitten nog wel schaatsers van mij. Dus het is wel leuk om dat te zien dan. Ja. Ja. Kriebelt het af en toe niet? Nee, dat is geweest. Ze laat mij lekker met de jeugd bezig zijn en ambassadeur van de sport. Ja. Ja, maar je bent dus wel regelmatig nog in Breda te vinden. Dus. Ja, ik sta 7 trainingen in de week op het ijs hier. Oh. Nou, de ijsbaan gaat vanavond gaat de stekker eruit. Dus er kan daar vandaag niet meer geschaatst worden. Maar in oktober gaan we hier weer open. Ja. Frans, jij zit in de jurering van de achtervolging. Kun je iets zeggen over de organisatie? Hoeveel teams eraan meedoen? Er zijn totaal 82 teams die meedoen. Die zijn allemaal voortgekomen uit de 6 voorrondes die er landelijk geweest zijn. Totaal 8 categorieën en per categorie gaat dan in iedere voorronde de eerste 2 zijn afgevaardigd naar de finale.
Uiteindelijk dus 82 ploegen. Ja. En wanneer win je zo'n wedstrijd? Wat komt er bij kijken? Wat er bij kijken komt, ja, je kunt in ieder geval kunnen schaatsen, maar ook één ploeg zijn. Want het komt vaak voor dat ze helemaal uit elkaar waaieren over heel de baan. Maar je moet zorgen dat je als ploeg bij elkaar blijft rijden. Ja. En welke tijd telt dan? De tijd van nummer 3. De punt van de schaats van de derde schaatser telt. Dus die vierde schaatser die kan de rest wel helpen, maar toch telt de tijd van de derde schaatser. Oké, het is eigenlijk ook een soort backup die vierde schaatser. Dus mocht er een paar uitvallen? Ja, er zijn valpartijen genoeg al geweest. Die hebben we nu vanmorgen hier ook al gezien. Dus dan is het altijd fijn als er dan toch nog een vierde schaatser is die nummer 3 kan vervangen. Ja. Wat zijn de regels met het schaatsen? Want er wordt geschaatst op de binnenbanen. Eigenlijk op de inrijbaan. De kortste afstand eigenlijk op deze 400 meter baan. Dus het is minder dan 400 meter. Het is iets van 370 meter, meen ik, als je het precies uitrekent. En gebeurt het ook wel dat de ploegen gewoon elkaar in de weg zitten? Elkaar in de weg zitten, inderdaad. Ja, er zijn al een paar opmerkingen geweest. Ik ben een van de scheidsrechters bij deze wedstrijd. En vragen van, ja, wat is nu de regel? Ja, je moet eigenlijk de ploeg die je inhaalt, mag je niet hinderen. Dat is eigenlijk de regel. Dus ja, je kan naar buiten gaan, aan de buitenkant rijden, zodat die inhalende ploeg aan de binnenkant komt. Maar als je ook heel duidelijk aan de binnenkant blijft, dan kan die inhalende ploeg er buitenom. Jullie zitten hier met de jury. Met hoeveel man zitten jullie hier precies? Ik meen dat er iets van bijna 40 man juryleden zijn. Voor tijdwaarneming, starters, scheidsrechters, assistent scheidsrechters. Dus, ja. Kun je het een beetje vergelijken met de VAR eigenlijk hier? Nou nee hoor, we bekijken niks achteraf. We hebben geen videoopnames dat we achter hun gaan kijken wat er precies gebeurd is. Zo luxe is het nog niet. Nee. Maar jullie kijken wel op een schermpje te kijken of kijken jullie echt gewoon van een afstand hier? We kijken, we zitten bij de baan als scheidsrechters en als scheidsrechters ook. Wat er hier in de jurykamer gebeurt, dat is alleen maar wat er vanuit de elektronische tijdwaarneming doorkomt. Oké. Okay. Ja, het is ieder jaar op een andere plaats, heb ik begrepen, die organisatie van de achtervolging? Die landelijke finale is ieder jaar op een andere baan. We hebben het nu voor de derde keer hier in Breda. 2006, 2013 en dan nu in 2019 hebben we die landelijke finale. Het Nederlands kampioenschap zou je het kunnen noemen. Ja, vanavond zijn we bij de Breda's rugbyclub aan de Ter Heidenseweg. Ja, je hebt allerlei teams hier. De Turven, de Benjamins, de Minis, de Colts, de dames en de heren. Ja, een hele leuke club in ieder geval. Je ziet het hier achter al, zijn de dames aan het trainen. Ja, we gaan enkele dames gaan we spreken. We gaan ook met de clubheldin spreken, Roos. Maar ook nog met Chef, die in het eerste van de heren speelt. Kom op. Ja, het zijn teamgenootjes. Pas aan mijn smek. Dat is wel lekker. We schudden elkaar even. Hallo. Ja, kom maar naar de kantine. Bal. Er zit helemaal niemand. Aan de rest. Ik durf het niet als niet te smekken. Het zo, mooi. En de bal. Op, en de bal. Kerig. Dat mag niet. Het zo, en de bal. Kerig. Kom ze mee. Zo. Ja, kom maar. Oké, breek maar los. Roos, je bent clubheld hier bij de Breda's rugbyclub. Wat betekent rugby voor jou? Ja, rugby betekent voor mij echt veel respect en gewoon een hele gezellige club. Ja. Hoe lang ben je eigenlijk al lid hier? Ik ben al sinds, ik loop nu al 12 jaar loop ik op de rugby rond. Ik ben begonnen toen mijn dochter ging rugbyen. En dat heeft me heel erg enthousiast gemaakt. En mijn dochter, samen met een vriendin zijn we begonnen om een damesteam ook op te richten. En dat natuurlijk heel belangrijk is dat de dames gewoon goed door kunnen stromen.
En ja, dat is goed gelukt. We hebben ook binnen de club echt wel heel veel meisjes rondlopen. Maar zelf nog actief op het veld? Nee, jammer genoeg niet. Ik heb slijtage aan mijn knieën. Dus, ja. Maar dat is niet alleen door de rugby gekomen. Dus, ja. Nee. Wat is eigenlijk leuk aan rugby? Nou, je kunt er echt alles in kwijt. Alle type mensen kunnen meespelen. Dus ben je licht, dan ben je vaak een snelle renner. En het is gewoon heel verschillend. Ja. Jullie kunnen nog een aantal dames en meisjes gebruiken, hè? Ja, zeker. Want we willen ook heel graag een tweede damesteam oprichten. En dan zou een paar dames zijn van harte welkom. Ja. Moet je per se stoer zijn? Nee. Je kunt ook gewoon... je wordt vanzelf stoer, denk ik, als je het speelt. Dus, maar waaraan moet een goede rugbyster voldoen? Ja, die moet zeker wel tegen een stootje kunnen. En dus je moet wel een beetje klap op kunnen vangen, maar dat is op zich geen probleem. Je bent clubheld, maar je doet ook mee aan de competitie van de clubheld van Breda, hè? Ja, en het gaat hartstikke goed en dat voel ik me zeer vereerd. Chef, wat betekent rugby voor jou? Nou, heel veel. Nee, ik ben nu mijn 18e geswitcht van voetbal naar rugby. En sindsdien is zondag is heilig. Zondag is rugby. Is voor mij de ultieme teamsport. Zowel op mijn werk als privé vind ik het belangrijk om samen de schouders eronder te zetten en verschil te maken. En dat is voor mij rugby. Je kan je teamgenoten niet in de steek laten gedurende 80 minuten. Zo doe ik het al 20 jaar eigenlijk. Dus, Je speelt in het eerste, hè? Ja, weer. Ik was eigenlijk 2 jaar geleden afgezakt naar het tweede. Maar doordat een aantal mensen weg zijn gegaan bij het eerste, heeft de coach me nog teruggevraagd. En weer met veel plezier knallen we er weer in op zondag. Ja. Ja, die tafereelen bij het voetbal, die komen hier bij het rugby nooit voor. Nou, we mogen professioneel duwen, zonder dat het een overtreding is, dus dat doen we wel. Maar het praten tegen de scheids, dat doet onze captain. En voor de rest heb ik nooit adem over om te verspillen aan schelden op een scheidsrechter of op een tegenstander. Ja, dus respect is heel belangrijk in het rugby? Dat is de basis. Het is een agressief spelletje. Dus als je daar niet discipline en respect in hebt, ja, dan is het niet te spelen. Dus het is echt de basis van het spel. Ja. Ik wil een paar vragen stellen aan twee dames die rugbyen. Jouw naam is? Ik ben Lisa. Ja, hoe lang rugby je al? Nu sinds een jaar of 5 zoiets. En jij, wat is jouw naam? Ik ben Renske en ik rugby nu 11 jaar. 11 jaar. En hoe doen jullie het op het moment? Want ik heb begrepen dat jullie gewonnen hadden afgelopen weekend. Ja, we zijn nu naar de promotiepool gegaan. Dat betekent dat we eigenlijk in de eerste klasse blijven, sowieso. Maar we kunnen ook promoveren naar de ereklasse. En dat is het eigenlijk het hoogste niveau wat wij kunnen spelen in Nederland. Oké. Jij bent aanvalster of verdedigster of ben je het allebei? Ik ben voornamelijk aanvalster, ja. En in het rugby werkt dat ietsjes anders. Normaal gesproken, als je het hebt over een back in voetbal, denken de mensen dan vaak aan een verdediging. Ja. Bij de rugby is dat juist de aanval. Zowel Renske als ik staan allebei in de aanval. Alleen dan wel weer op iets andere posities. Oké. Ja. Maar jullie moeten ook proberen om tackles te ontwijken? Ja, we moeten ze ontwijken en we moeten ze maken. Alle twee. Ook dat moeten ze maken. Ja. Oké. En hoe doe je tackles ontwijken? Is het moeilijk? Ten eerste flink snelheid erin. Hard rennen. Maar dat doen we ook met verschillende bewegingen. Dus verschillende looplijnen. Met een handoff. Dus je mag iemand ook afweren. Ja. Je kan ook altijd nog een schijnbeweging doen natuurlijk. Oké. Een kickje eroverheen kan ook. Dus ook in het rugby wordt ook wel eens geschopt tegen de bal. En dat noemen we dan wel een kick. Ja. Dus, maar het is voornamelijk de bal vasthouden en maken dat je naar de overkant komt. Precies, ja. Keihard rennen. Ja. 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 Je bent echt geen watje volgens mij, hè? Nee, ik denk het niet dan. Nee. Nee, maar je moet, als je een beetje bang bent, dan kun je beter niet aan rugby doen, denk ik. Je kunt altijd over je angst heen komen, maar het is wel handig als je een beetje pit hebt, zeg maar. Ja. Jullie kunnen toch weer wat dames gebruiken, geloof ik, hè? Ja, we kunnen zeker nog veel dames gebruiken. Ja. Ja. Ja.
Dus dan mogen ze hier naar de Terheidense Weg komen en dan kunnen ze een keertje een proeftraining draaien. Ja, Terheidense Weg, Bredase Rugby Club. Ja, ja. We willen graag het tweede team, dus dat zou echt super leuk zijn, super gezellig. Ja. Want hoeveel dames zo? Je mag 6 weken gratis meetrainen, dus mocht je dat nog ja, overtuigen. Ja, dat is niet verkeerd in ieder geval. Ja. Wat doen jullie? Ja, 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 ja. Hier. Ja, laatste keer. Ja, kom maar, jongen. Pak hem! Ja, ja. Oh, je mag goed. Zeker, touch. Breda nu. Je weet het meteen.